Schrijfster Julie van Mol heeft een uitgever gevonden voor haar debuutroman. Het boek gaat over een 32-jarige carrièrevrouw uit Nijmegen die haar draai probeert te vinden in Rotterdam. Op Twitter heb ik een tweet geplaatst dat ik klaar was met mijn roman en dat ik een uitgeverij zocht. En toen kreeg ik binnen 10 dagen een reactie van uitgeverij Palmslag op deze tweet via een privéberichtje. Palmslag is een innovatieve, groeiende uitgeverij die kwaliteit en mooie boeken voorop stelt. En jaarlijks investeert men in een paar boeken. En mijn roman is daar één van. Dat zij dus ook innovatief zijn, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de uitgever mij heeft gevonden via Twitter. En dat is eigenlijk best bijzonder, omdat mijn roman zich afspeelt in een periode waarin social media nog moesten inburgeren. Wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat je vertrouwen in elkaar hebt. En dat heb ik in deze uitgeverij. Is al bekend wanneer het boek uitkomt? Ja, mijn roman is vanaf 15 april 2017 verkrijgbaar. Komt er een signeersessie in Nijmegen? Ik zou heel graag een sessie in Nijmegen willen houden. En dan hoop ik stiekem dat ik een exemplaar van Frank Boeien mag aanreiken. Omdat hij in mijn roman voorkomt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.